Hoi allemaal, ik ben Charlotte. Meesten kennen me ook wel, alleen niet voor de camera. Het is niet echt mijn ding, maar ik wil gewoon graag mijn verhaal vertellen en daarin ook mensen bemoedigen. Het is ongeveer 5 jaar geleden, toen ben ik in een depressie beland. En het is gekomen door het overlijden van mijn vader en ook nog een samenhang van een ontslag op mijn werk, wat gelukkig niet is doorgegaan. En die depressie die uitte zich in slapeloosheid, in angststoornissen, in gewoon echt continu hartkloppingen, onrust in mijn lichaam. En 24 uur was ik gewoon gefocust van als ik maar kan slapen, als ik maar kan slapen. Dat hield me gewoon de hele dag, hield me dat ook bezig. Ik was gewoon diep ongelukkig. Ik voelde me gewoon heel verdrietig van binnen. En ik weet nog heel goed dat ik in de trein zat, hadden we een uitstapje met het gezin. En we gingen naar Eindhoven toe en lekker winkelen. En ik zat in de trein en ik had gewoon de tranen in mijn ogen. En waarom weet ik eigenlijk niet. Ik had eigenlijk alles gewoon waar ik blij om kon zijn. En gewoon een heel gezegend leven. Eigenlijk was het gewoon allemaal geweldig. Alleen voelde ik dat gewoon helemaal niet van binnen. Ja, wat heb ik gedaan om eigenlijk uit die periode te komen? Ja, dat ging gewoon allemaal niet vanzelf. Het was gewoon ook een heel lang proces. En dat heb ik geprobeerd eigenlijk gewoon steeds zelf te doen. Eigenlijk ook gewoon steeds ontkend van nou, dat heb ik niet. Ja. En je ging maar door en je ging maar door op ontkennen. En op een gegeven moment ging het gewoon ook helemaal niet meer. En toen had ik echt van God, ik heb je gewoon ook echt nodig. Ik kan dit gewoon helemaal niet alleen. En toen ben ik ook echt, terwijl ik al bezig was natuurlijk met God. Maar je zoekt hem gewoon veel meer en je hebt zoiets van, ik kan het niet alleen, ik heb je gewoon echt nodig. En Heer spreekt tot mij en dat deed hij ook gewoon echt door de muziek, maar ook gewoon door de dagelijkse woorden die hij tot mij sprak. En uit de Bijbel, maar ook vooral inderdaad door de dagelijkse overdenkingen. En dan sloeg ik gewoon dingen op en sprak hij gewoon tot mij en er waren steeds andere stukken, maar steeds kwam naar voren gewoon van Charlotte, vertrouw gewoon op mij. Weet gewoon dat ik het beste gewoon met je voor heb en je komt hieruit. En dat was iets, het stukje ook van mijn hoop is alleen maar op u. Ik kan het niet alleen, u moet het gewoon regelen en ik weet gewoon, u heeft gewoon het beste voor en hier kom ik gewoon uit. En dit moest ik gewoon tot me nemen en ook echt laten weten en ook echt laten voelen van hier kom ik uit. Die hoop moet ik hebben en ik had gewoon ook hoop nodig, gewoon dat het goed kwam. En dat gaf mij echt wel, dat gaf me gewoon een behoorlijke rust ook van ik ben uw dochter en ik geef alles aan u en u zorgt voor mij. In die periode heb ik ook vaker gedacht van, en vaak ook met mijn man erover gehad van, ik zit in deze periode, maar hoe gezegend en blij ben ik dat ik gewoon een God heb. Een God heb die naar me omziet, want als mensen die dit dan niet hebben, hè, want eerst kon ik dat ook gewoon helemaal niet voorstellen, van had ik zoiets van, sta je niet aan, hè, kom. En nu kan ik precies, weet ik wel, ook door mijn ervaringen heen, wat mensen voelen, waar ze doorheen gaan. En wat ik in het begin ook zei, van als ik God niet had, dat ik het gewoon echt helemaal niet meer zag zitten. En dat ik zoiets had van, ik wil zo niet meer verder. En als ik zo mijn hele leven nog verder moet, dan wil ik eigenlijk helemaal niet meer. Maar dat lichtpunt van mij, dat was gewoon de woorden die tot mij sprak. Daar wil ik ook een klein stukje uit voorlezen. Pak ik dat even erbij. En het gaat over Johannes 14, vers 27. En er staat ook geen vrede zonder vertrouwen. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Ja, en het zegt eigenlijk gewoon ook heel veel. Van, als je geen vertrouwen hebt, dan heb je ook geen vrede. Maar als je vertrouwen hebt, heb je ook die vrede en gewoon die rust in je. En hier staat nog een stukje. En dan staat er ook, als je God om iets vraagt
En het blijft uit. Want ja, soms had ik ook zoiets van, hoe lang moet het nog? En je ziet er gewoon geen uitweg in. Blijf hem dan even goed vertrouwen. Blijf eraan vasthouden dat hij het begin en het einde ziet. Vertrouw in alles op God, zodat je vrede kunt ervaren. Deze periode heb ik ook gewoon echt afgesloten en echt achter me gelaten. Ik ben gewoon ook echt helemaal weer gelukkig. Ik kan genieten. Ik ben weer helemaal de oude. En wat ik ook echt geleerd heb in die periode is om God te vertrouwen. En het gaat nog niet altijd zo gewoon hoe het gaat. Soms heb ik momenten even zoiets van, als ik maar kan slapen. Dan komt weer heel even die angst naar boven. Zo van, als het maar goed gaat. En dan heb ik gelijk zoiets van, nee God, ik geef het aan u. En dat heb ik geleerd. Ik geef het aan u, ik vertrouw u. Mijn hoop is gewoon op u. En dat waar ik in het begin ook mee kwam. Ik wil jullie ook gewoon bemoedigen van wat hij niet alleen voor mij heeft, hij ook echt voor jullie. En God is te vertrouwen. En maak ook gewoon die keuze. Dan geeft hij je hoop, dan geeft hij je rust. Dat heeft hij voor iedereen.